Janet Jackson zou niet alleen moeder zijn van een pasgeboren zoon. De zangeres zou jaren geleden ook bevallen zijn van een dochter. Ik sprak er eerder over in het programma met Patricia Wesseling. Janet Jackson beviel onlangs van haar eerste kindje. Tenminste, dat is wat Team Janet ons wil doen geloven. Hardnekkige geruchten over een groot geheim houden momenteel de gemoederen bezig in Los Angeles. Patricia Wesseling, bij mij hier aan de desk. Patricia, fijn dat je er bent. Ja, het prille babygeluk wordt overschaduwd, hè, door deze geruchten. Ja, het was natuurlijk onlangs groot nieuws. Janet Jackson bevallen van haar eerste kind op 50-jarige leeftijd. Ja. Dat was al groot nieuws. Maar dat wordt nu inderdaad een beetje overschaduwd. Want het blijkt niet haar eerste kind te zijn. Ze schijnt 30 jaar geleden ook al het leven te hebben geschonken aan een dochter. Ja, Jan, en nu is er dus nieuws omtrent deze dochter. Ja, wat collega Wesseling toen nog niet kon melden, dat kunnen wij vandaag wel. Want opeens heeft zich een mevrouw gemeld, 31 jaar oud, Tiffany White uit Philadelphia. Ja. En die zegt van, Janet Jackson is mijn moeder. En welke periode hebben we het dan over? Wanneer is dat dan gebeurd? Het schijnt gebeurd te zijn dan in de periode dat Janet Jackson getrouwd was met James DeBarge. Ja. In 1984, het huwelijk heeft maar 1 jaar volgehouden eigenlijk. En deze mevrouw Tiffany, die zou dus de vrucht van dit huwelijk zijn. En heeft Tiffany het altijd geweten of hoe is dat gegaan? Nou, ze zegt 7 jaar geleden, toen stond ik opeens in de supermarkt en toen zei iemand tegen mij van, gut, u heeft toch wel heel veel weg van Janet Jackson. Ja, ik zie het dus zelf, zie ik het niet zo erg. Het is in ieder geval wel een volle nicht van Michael Jackson. Dat kunnen we wel constateren. Maar dus zo is het gekomen. Maar Jan, je kan het natuurlijk roepen, maar is er ook een test gedaan, DNA-test? Nou, zo slim is deze mevrouw wel inderdaad. Ze heeft gewoon een DNA-test gedaan met haar oma. Die heeft ze wangslijm afgenomen. Dat is de moeder van die James DeBarge, inderdaad. Dat is deze mevrouw. En er was een match. Dus dat klopte wel. 96% Met James DeBarge hebben we het dan over. Dus dat hij de vader is, dat klopt wel. Maar we weten nog steeds niet of Janet inderdaad de moeder is. Want zover zijn we nog niet, inderdaad, met wangslijm. Nee. Heeft Janet gereageerd? Nee, die heeft nog steeds niet gereageerd. Gaat voorlopig ook niet reageren. Die is natuurlijk druk bezig met haar eigen kindje. Waar ze natuurlijk hartstikke trots op is. Die heeft wel andere zorgen aan haar hoofd. Dus ja. Wat wil Tiffany eigenlijk? Hè? Nou, die zegt dus, ik wil helemaal niet beroemd worden. Daar gaat het niet om. Dan denk ik, kind, waar heb je het nou over? Want inderdaad, heeft ze op Radar Online heeft ze een interview gegeven. Heeft ook foto's afgegeven. Die zien we hier onder andere ook natuurlijk. En dan denk ik, je bent al wereldberoemd. Dus daar was het misschien toch wel een beetje om te doen. Het gaat uiteindelijk altijd in dit soort zaken om geld. Kan niet anders. Anders dan benader je zo'n mevrouw natuurlijk en dan zeg je, god, ik denk dat ik zomaar inderdaad een kind van u ben. Nee, dat moet allemaal inderdaad uitgemeten worden in de media natuurlijk. Dus het gaat om geld. En daar valt bij de Jacksons natuurlijk wel wat te halen. Hè? Dus ik denk dat dat het is.